Hallo, ik ben Mark Plomp, eigenaar van het Vogelinformatiecentrum. En ik neem u eventjes mee door een soort kortere workshop om een verrekijker schoon te maken. Verrekijkers zijn tegenwoordig allemaal waterdicht. Zo goed als de meeste verrekijkers zijn dat. Dus je kan ze de hele dag door om je nek heen dragen. Met een regenbuitje hoef je ze echt niet op te bergen. Zorg dat die altijd paraat hangt, want eigenlijk wil je maar één ding, dat is die vogel altijd zien. Maar dat betekent met een regenbuitje dat je lenzen vies kunnen worden. Als het een beetje waait en je loopt op het strand dat er zand opkomt. Nou, dat moet je wel goed bijhouden, want het zijn hele mooie lichtsterke verrekijkers. Maar als lenzen vies zijn, scheelt dat gauw 10% lichtsterkte. En dat zie je echt. Een schone kijker, dat is alles voor een vogelaar. Dus we gaan deze Swarovski verrekijker gewoon eens eventjes mooi schoonmaken. Wat gebruiken we daarvoor? Nou, ik heb hier wat attributen op tafel gelegd. Wat heel belangrijk is, is altijd bij een verrekijker om het zand vrij te maken. Daar begin je mee, dat je geen krassen kan veroorzaken. Dat kan je doen met een kwastje. Dit is een vrij zacht kwastje. Dit is een iets hardere kwast. Nu zou je zeggen, kwastje, dat zit toch ook in een schoonmaaksetje? Ja, klopt. Ik heb gewoon een kwast bij de Gamma gekocht. Een normale verfkwast in twee diktes. De een is wat stugger dan de andere. Daar heb ik even het handvat vanaf gezaagd, dan werkt dat wat prettiger. En die bewaar je gewoon om je verrekijker schoon te maken. Voor een paar euro ben je dan klaar. Dan heb je nodig een zacht doekje. Het liefst gebruik ik een microvezeldoekje. Bij een Swarovski verrekijker zit dat gewoon in de verpakking. Je kan ze ook overal kopen los. In goede schoonmaaksetjes zit het ook. Voordeel van zo'n microvezeldoekje is dat het heel glad is en geen stof achterlaat. Je kan ook een goed gewassen zakdoek gebruiken, want dat is ook zacht als die maar niet te stug is. Maar als je dat gebruikt, dan zou je zien dat je altijd wat lichte stofdeeltjes achterlaat. Op zich niet erg, want die blaas je zo weer weg. Maar zo'n microvezeldoekje werkt gewoon wat schoner en het is ook niet gevoelig dat er zand aan blijft plakken. Heb je zo'n doekje nou altijd bij je? Eén tip, als je het onder het vogelskijken meeneemt in je broekzak of in je jaszak. Als je het gebruikt, schud het goed uit. Want met wind kan er ook zand in je jas waaien. Als er zand op zo'n doekje zit en je gaat poetsen, heb je krassen. En dan ben je duur uit. Dat wil je niet. Dus zorg dat die doekjes goed schoon blijven. Nou, nu is het allermooiste natuurlijk een compleet schoonmaaksetje te kopen. Swarovski heeft er meerdere. Dit is hun meest luxe setje. Dat zit in een mooi tasje waar je aan je riem mee kan nemen of je rugzak mee kan nemen, heb je altijd alles bij je. Daar zit een soort, in een lipstick-achtige verpakking, zit daar een opdraaibaar kwastje bij. Vrij zacht. Ik gebruik liever zo'n kwastje, maar dit is even prima om onderweg te gebruiken. Het allerbelangrijkste, de vloeistof, kom ik zo meteen eventjes op terug. En er zit een mooi microvezeldoekje zit erin, in een prachtige verpakking, dat die schoon blijft, dat is dit doekje. En er zitten van die natte doekjes in, voorverpakt. Normaal gesproken zeggen wij, gebruik geen voorverpakte natte doekjes. Heel vaak zit daar te veel houtvezel in. En dat is weer hard en dat kan dus krassen veroorzaken op je lens. Maar deze van Swarovski, die kan je met een gerust hart gebruiken. Ze blijven jarenlang goed, dus zorg dat je er altijd een paar bij je hebt. Dan heb je van Swarovski deze verpakking, gewoon in een kartonnen doosje, zit exact hetzelfde in. Het zijn eigenlijk een soort navulverpakkingen om deze te vullen. Hecht je geen waarde aan zo'n mooi tasje, koop dan gewoon lekker de basic cleaning set. Daar zit alles in wat je nodig hebt. Ben je nou een hele fanatieke vogelaar, word je verrekijker erg vies, dan kan je altijd nog twee extra dingen gebruiken. Dit is een blaasballig. Dan kan je even met wat lucht zandkorreltjes wegblazen. In die randjes, onder je scherpstelknop, kan je even zo blazen en dan haal je het weg. Nog makkelijker is, en dat is deze fles, dat is gewoon perslucht. Dit is lichte perslucht om je toetsenbord van je computer schoon te spuiten of andere elektronica schoon te spuiten bij iedere elektronicazaak te koop. En kijk, zo blaas je de zandkorrels weg. En als je dat ook op het glas doet, dan ben je het ergste zand van je kijker kwijt. Nou, we zijn nu toch bezig. We hebben alle attributen gehad. Waar begin ik mee?
als je lenzen hier, vaak de oculair lenzen, dat zijn de lenzen waar je met je ogen tegenaan zit, die zijn vaak iets vettig. Mensen die de doppen naar beneden hebben gedraaid, door wimpers die er tegenaan komen, er kunnen regendruppels op blijven leggen, die drogen dan op. Heb je van die vlekken met een kringetje eromheen. Nou, die moet je goed schoonhouden. Alle vlekken die je op deze lenzen ziet, die zie je ook vaak in beeld. En dat is vaak iets wat meteen in het oog springt. Bij een Swarovski verrekijker en bij een aantal andere merken, die hebben het schoonmaken ook makkelijk gemaakt. Deze doppen, die je voor brildragers indraait en voor niet-brildragers uitdraait, die kan je er helemaal uitschroeven. Gewoon tegen de klok in blijven draaien. En dan heb ik hem helemaal in mijn hand. Die haal ik er vanaf. Doe ik aan de andere kant ook. Haal ik er vanaf. En dan begin ik eerst eens even met de wat stijvere kwast, het glas en tussen de randjes goed schoon te borstelen. Dat daar geen, en zeker geen zandkorrels meer in blijven zitten. Dat is het allerbelangrijkste. Vervolgens pak ik even de perslucht. Nu ben ik zeker dat die schoon is. Nu kan ik gaan poetsen, want er zit geen zand meer op. Ik kan geen krassen meer veroorzaken. Als ik zeker weet dat mijn doekje ook schoon is. Als de lenzen nu niet echt vies zijn, dan doe ik, ik blaas er een keer op, heel licht, een beetje ademen erin. Dan beslaan mijn lenzen, dan hoef ik met het doekje maar één keer te vegen, is de lens absoluut schoon. Kan je bij de andere ook doen. Zijn ze nou echt vies, dan pak ik de lensvloeistof. En die lensvloeistof zorgt ervoor dat de lenzen goed ontvet worden. Eén druppel, meer is niet nodig. Het is een dure verpakking, maar als je één druppel per keer gebruikt, kan je er meer dan een jaar mee doen. Weer het doekje. Even de vloeistof heel licht zonder druk uit te oefenen verdelen over de lens. En dan zie je al dat het bijna verdampt is. En dan één veeg eroverheen. Dat je in één keer de hele lens schoonveegt. Helemaal schoon. En vetvrij. En het mooie van deze vloeistof is, we hebben heel veel vloeistoffen geprobeerd om te kijken wat is nu de beste. Deze verdampt goed en trekt geen vegen. Deze is 100% vetvrij. Andere vloeistoffen willen nog wel eens een heel klein beetje vettige laag over laten. Op zich niet zo erg, maar dan moet je even wat beter napoetsen. Maar deze niet nodig, doe je heel snel. Nu ik beide lenzen mooi heb schoongemaakt, kijk ik even of er niet veel zand in de eye-cup zit. Want als daar hier zand in zit, dan gaan ze een beetje kraken. Geeft helemaal niet. Kijk, van Swarovski weet je dat je hele goede service hebt. Die kan je altijd vervangen. Maar heb je een onbekende merk, dan is er soms moeilijk aan te komen. Dus wil je ze gewoon mooi schoon houden. Even schoon spuiten. Ik schroef ze er weer in. Zet ze goed vast. En dan merk je dat ze weer zonder gekraak heen en weer gaan. He, dit is de brilstand. Als je met bril op door je kijker wil kijken, dit is de niet-brilstand. Zijn ze helemaal schoon. Dan gaan we naar de lenzen toe. De lenzen zitten altijd aan de voorzijde. Dat is de lenszijde. Kijk, daarin zit vaak in de randen tegen het rubber aan wat zand. Dat kan altijd loskomen als je met je doekje aan het poetsen bent. Dus hetzelfde verhaal. Deze is echt niet smerig. Dus een beetje blazen, dan beslaan de lenzen. En dan kan ik met de damp die erop zit, kan ik in één keer alles weer schoonvegen. En ook hiervan geldt, als de lens nou heel erg vies is, één druppeltje is echt, ook voor zo'n grote lens van een 42 mm kijker, is één druppeltje voldoende om het goed schoon te maken. Nou, en dan is je kijker schoon. Nu doe ik dit lekker thuis. Ik ben vandaag de hele dag in het veld geweest. Dan is mijn kijker weer helemaal schoon. Mocht ik nu met windkracht 7, 8 aan de kust zitten, omdat ik zeevogels ga kijken, dan wil het gewoon gebeuren dat er erg veel troep inwaait. Ja, en ik wil dan toch blijven kijken. Dat is een gek praatje, maar de veiligste manier om hem dan schoon te maken is, en ik doe het één keertje voor, dat is deze dop eraf draaien. Dan zou je zien, er zit overal zand. Ik heb mijn spullen allemaal niet bij me. En als ik ze tevoorschijn haal, zit het met windkracht 8 ook onder het zand. Dus wat ik dan doe is, ik lik één keer aan die lens, is al het zand er vanaf. Haal dat doekje, een schoon doekje wat je bij je hebt, zandvrij schudden, uit de wind. Helemaal schoon. En dat doe je natuurlijk niet alle keren, maar voor nood is dat de veiligste manier. Mocht je nu thuiskomen na zo'n dag aan het strand gezeten te hebben, dan zit er vaak zoutspray op je lenzen. Zoutspray is vreselijk lastig, want dat is
plakkerig. Dus dan kan je blazen wat je wil, maar het zand blijft eraan zitten. Wat ik dan doe, even zeker weten, heb je een waterdichte kijker? Als dat zo is, kan je hem gerust onder een lauwe kraan, gewoon huidstemperatuur, laat je zacht stromen, je houdt de lens eronder met je vingertop, spoel je dan het zand er vanaf. Geen druk uitoefenen, maar gewoon even dat zand weg. Alle lenzen, alle vier. Dept hem met een schoon doekje even droog. Geen kracht uitoefenen, gewoon even droog maken. Doppen eruit draaien. En daarna ga je de handelingen doen die ik net liet zien. Op die manier heb je jarenlang plezier van je kijker. Dan voorkom je dat er krassen komen op je lenzen. En je hebt altijd het maximale kijkgenot en de lichtsterkte. Heel veel succes. Heb je er nu vragen over? Schroom ook niet. Wil je weten, heb ik een waterdichte kijker? Schroom niet. Stuur ons gewoon een mailtje naar info@vogelinformatiecentrum.nl. En we geven altijd even de uitleg en de moeite om terug te mailen hoe je het beste met je kijker om kan gaan. Veel succes!